Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Ik ga vandaag uit mijn comfortzone, want ik ga een French inlay voor jullie maken. Dit is wat ik voor jullie ga maken. Wil je weten hoe ik dit gemaakt heb? Blijf dan kijken. Oké, ik heb mijn schabloon al geplaatst en ik ga nu voor extra lengte een klein beetje power gel aanbrengen. Oké, nou ga ik een bolletje powergel op de natuurlijke nagel plaatsen. Oké, nu plaats ik een bolletje powergel op de natuurlijke nagel. Ja. En met mijn Ikebana penseel ga ik dit bolletje eerst mooi plat maken en laten aansluiten naar de natuurlijke nagel. Zorg dat de zijlijnen aansluiten en ik maak eigenlijk gelijk de shape erin die ik wil en dat is namelijk een vierkante shape. Ik maak hem altijd ietsje langer omdat ik de nagel altijd nog een klein beetje inkort, zodat dan heb ik een beetje velruimte over. Dus ik maak hem niet te kort, dat vind ik zelf altijd erg fijn. En als je tevreden bent dan mag je hem gaan uitharden. Oké, ik heb nu de verlenging aangebracht en deze ga ik nu een klein beetje bijveilen. Oké, ik ga beginnen met de voorkant. Deze ga ik even mooi recht maken. Daarom maakte ik hem ietsje langer. Dan heb ik ook nog velruimte over nu met powergel. En ook strakjes nog wanneer ik de inlay en de blush ga zetten. Zijkant van de nagel. Andere kant. Ga ik even de lower arches checken. Nu ga ik op de nagel veilen, dus echt op de power gel, zodat hij mooi aansluit aan de natuurlijke nagel. Dat ik echt een hele dunne verlenging heb. Oké, ik ga nu beginnen met mijn builders in een bottle en ik ga starten met Rubber Base Clear. Deze ga ik gebruiken voor een extra hechtingslaagje. Oké, ik zorg dat er minimale hoeveelheid op mijn rubberbase kwastje zit, omdat ik een heel dun inputslaagje wil aanbrengen. Dus ik lak hem eerst over de hele nagel. En daarna maak ik mijn kwastje eigenlijk nog een keertje goed schoon aan mijn flesje. En dan ga ik eigenlijk een beetje een inputsbeweging maken. En hiermee poets je dus echt die rubberbase in de natuurlijke nagel. Voor mijn ondergrond ga ik gebruik maken van een gel polish kleur. Dat kan een kleur naar keuze zijn. Hiermee ga ik het nagelbed schilderen. Dit ga ik voor een gedeelte doen gewoon met het kwastje. En ik stempel eigenlijk al redelijk hiermee het nagelbed. Zo kan je hem eigenlijk al redelijk uittekenen. Ik ga hem niet tot helemaal bovenin doen. Ik ga nu deze grens eigenlijk, die ga ik nu wegblenden met mijn ombre tool. De ombre tool dep ik een klein beetje in een bezem top, zodat die plakkerig wordt. Hiermee blend ik eigenlijk die lijn een klein beetje weg. Oké, mijn nagelbed is nu uitgehard en ik ga nu beginnen aan het leukste gedeelte, namelijk de inlay. Oké, ik heb een mix gemaakt met Fizzy Lemonade en Purple Gin. En nu ga ik met mijn DT3 het nagelbed inkleuren. Zodat we glitters bij de nagel krijgen. En dat doe ik ook een klein beetje richting de nagelriem. Dus over die blend die ik net gemaakt heb, daar ga ik een beetje overheen. Nu ga ik wat oil aanbrengen. En die doe ik eigenlijk gewoon op de plaklaag van de glitter. Ik pak wat grotere stukjes, dat maakt het gelijk wat speelser.
Ik heb ondertussen na de gold foil ook een laagje Besan Top eroverheen gelakt. Die heb ik 10 seconden uitgehard en in die plaklaag ga ik wat flakes aanbrengen. Dus dat doe ik ook gewoon over de gold foil heen. En ik blijf weer dus op het nagelbed. Je kunt het ook weer een klein beetje op die blend doen. Nu ga ik shells aanbrengen en hier heb ik wat extra stevigheid voor nodig om ze daar eigenlijk in te laten zinken. En daarvoor ga ik gebruik van Blush Glossy. En die shells ga ik echt in het midden plaatsen. Dus ik leg een klein beetje gel in het midden. Druk ze een beetje aan. Ik vind het leuk om er nu 2 te gebruiken. Je kunt ook kleinere stukjes gebruiken als je dat leuk vindt. Zelf kiezen. En dan ga ik hem vastzetten. Goed uitharden voor 1,5 minuut. Ik ga bij de nagelriem een klein beetje Fibercoat Frosted Pink aanbrengen. En aangezien ik maar een kleine hoeveelheid nodig heb, dep ik hem eerst met het kwastje. En dan pak ik mijn blush brush en ga ik hem eigenlijk perfectioneren. En die blend ik een klein beetje over de shells heen. Dus eigenlijk een mini ombre. Oké, ik heb nu mijn Fibercoat Frosted Pink aangebracht. Die is uitgehard. En ik ga nu het nagelbed afbouwen. Dus ik ga eigenlijk een verhoging maken. Dit ga ik doen met Blush Glossy. Ik pak met mijn blush penseel pak ik een beetje glossy op. En ik ga allereerst die rand van het nagelbed, die ga ik eigenlijk schilderen. Dus daar wil ik dikte opbouwen. Dus we gaan in wat delen gaan we de lucht in. Wat belangrijk is, is dat je echt blijft op het geschilderde vlak. Dus voor mijn geval het paarse vlak. En niet er overheen komt. Desnoods laat je een heel klein beetje paars zitten. Ga je juist iets naar achter toe. Maar zorg wel dat je dus de vorm van het nagelbed volgt. Ik pak steeds een klein beetje bij en zo bouw ik eigenlijk al een beetje hoogte. Als je merkt dat je blushgel gaat lopen, kan je altijd de nagel even op zijn kop houden. Zodat je dus weer die hoogte creëert. Oké, nu ga ik nog een keer dit randje opbouwen met wat extra blushgel. En ik pak liever wat meer, zodat ik eigenlijk een mooie hoogte bouw, dan dat ik dadelijk te weinig heb. Zorg wel dat je dus echt die vorm aanhoudt en niet over het paars heen gaat. Dus eigenlijk bij dit gedeelte. Ik maak wel redelijk overal dezelfde dikte. Alleen echt aan de zijkant van de nagel laat ik hem dunnetjes uitvloeien. Want daar wil ik niet een hele hoge stoeprand hebben. Nu ga ik de rest van het nagelbed ga ik afbouwen. En dat doe ik eigenlijk gewoon met mijn kwastje. Dus ik voeg wat extra volume toe aan het midden. Want daar heb ik eigenlijk dan niks zitten. Ik check ook goed vanaf de zijkant of er geen stukjes shell meer uitsteken. Anders heb je eigenlijk helemaal geen velruimte. En we willen dus wat velruimte hebben. Ik heb het nagelbed afgeveld. En nu ga ik de smaallijn schilderen met een gel polish. De gel polish die ik voor het nagelbed gebruikt heb. Daarna ga ik hem afbouwen met de Fibercoat Frosted Pink.
Met een Jessica's Choice penseel schilder ik nu eigenlijk tegen de smal lijn aan. Zorg dat die overal mooi gekleurd is. Ik heb nu best wel een pastelkleur gebruikt. Dus ik wil wel dat je die kleur goed ziet. Nu ga ik eigenlijk het laatste gedeelte dus afbouwen met de Frosted Pink. En ik leg eigenlijk een bolletje neer aan de voorkant. En dan met mijn blush brush ga ik hem eigenlijk dus mooi naar boven brengen. En zorg ik dat die eigenlijk mooi aansluitend is met het muurtje die ik gemaakt heb. Dat is strakjes ook makkelijker voor het veilen. Oké, ik heb de nagel nu afgelakt en we gaan kijken hoe die is geworden. Nou, dit is hem dus geworden. En je kan zelf kiezen eigenlijk wat voor inlay je kan doen. Je kan zoveel producten gebruiken, maar ik vond deze combinatie heel erg leuk. Dit was hem dan voor vandaag. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Laat in de comments weten wat je ervan vond en ik zie jullie natuurlijk snel weer.